Voor de productie van voedsel wordt veel water gebruikt. Wereldwijd wordt water schaarser en neemt de beschikbare landbouwgrond af. Terwijl er juist meer voedsel nodig is voor de groeiende wereldbevolking. Ons doel is het zo efficiënt mogelijk en spaarzaam omgaan met water. Voor de teelt van gezonde en voedzame tomaten, paprika's, aubergines en komkommers. Onze ambitie is toe te groeien naar een volledig duurzame productie. Door innovaties te ondersteunen, bewustwording bij telers te vergroten en doelen te stellen. Hoe was de situatie vroeger? Geen opvang van regenwater. Het water liep van het dek van de kas zo de sloot en de grond in. Geen ondergrondse opslag van zoet water. Planten kregen onbeperkt water en voedingsstoffen. Overtollig water en voedingsstoffen werden niet opgevangen en hergebruikt. Nu maken we efficiënter gebruik en wordt zo min mogelijk water verspild. Regenwater wordt opgevangen in waterbassins en gebruikt als gietwater voor planten. Overtollig regenwater wordt ondergronds opgeslagen. En gietwater wordt 100% gerecirculeerd en alle voedingsstoffen hergebruikt. Door dit watermanagement krijgt de plant precies de juiste hoeveelheid om uit te groeien tot de lekkerste groente. En het resultaat? Voor een kilo tomaat wordt in Nederland 50% minder water gebruikt dan in mediterrane landen. Wij zijn door. En wij gaan voor een groene, gezonde wereld voor onze kinderen en kleinkinderen. Het verkleinen van onze milieuvoetafdruk. En happy consumers.